Yo mensen, toch weer bij deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999. Met vandaag de Final Career Mode met het Sterren Team. De 1 na laatste aflevering. Want morgen gaan jullie en de Final Career Mode en de Mats Viva Career Mode in één video krijgen. De afsluitingen van de Career Modes. Ook niet zo lange video, 10 minuutjes ongeveer. Ja, De laatste paar wedstrijden. En we gaan zien hoe dat, gaat lopen, hoe dat gaat lopen natuurlijk. Bij allebei de Career Modes. En dan gaan we vanaf aankomende vrijdag. Starten met EA Sports FC. Met om te beginnen de PEC Manager Career Mode. En uh, misschien dat het die vrijdagmiddag uh, later pas komt. En dat ik sowieso vrijdag in de ochtend ga ik een Planet Coaster aflevering uh, uploaden voor jullie. Ik weet, daar zitten jullie niet op te wachten. Maar de EA Sports FC uh, Career Mode komt er ook zeker aan die dag. Later misschien. Op de dag. Een uur of vier, vijf. Ligt ook uh, qua werk, hoe ik met mijn werk zit zeg maar. Maar hij komt zeker te weten. Hier komen wij op 2-0 in deze bekerfinale. De KNV-bekerfinale gaat er nu toe. Perfect voor Feyenoord. 2-0 tegen FC Utrecht. Toen weten wij we dus weer... ...van Utrecht te winnen. Maar goed, je weet niet hoe het nog gaat lopen natuurlijk. Want de eerste helft is nog steeds bezig. Wij hebben dus een 2-0 voor Feyenoord. Hier Berghuis. Berghuis, daarvoor voorzet. Sinistera, Daar komt de bal niet aan. Dan komt hij hier bij Kokcu... Wijnaldum en de redding van de doelman. Minuut 57. Een loopactie van FC Utrecht. Hier. De bal voor de speler van FC Utrecht. Oppassen nu. En die bal gaat gelukkig net naast. Hoekschop nu voor Feyenoord. In minuut 67. Orkan Kokju, Kokju met de koren. Kort genomen. Berghuis. En de bal weggehaald op het laatste moment. En deze bal gaat over. Hoekschop voor FC Utrecht. 86e minuut. Bij een 2-0 voor Feyenoord. Ik denk dat het klaar is. Ik denk dat wij gewoon de beker in ontvangst mogen gaan nemen. En dat mogen we zeker. En dan gaan we gauw door. We hebben dus de beker gewonnen. En dus is ook een prijs dit seizoen. Hopen dat de Europa League ook gaat lukken. En de competitie dat we in ieder geval ook wel hoog kunnen gaan eindigen. Snel simuleren met het tweede elftal tegen Volendam. FC Volendam. Kijk, edel gewonnen. Lekker bezig. Cyril Dessers. Ehm, um, even kijken. FC Emmen en dan Inter. Inter is volgens mij de halve finale. Emmen we gaan we snel simuleren met het derde elftal. En die wedstrijd winnen we ook. 2-1, let's go. Nu dus naar de wedstrijd tegen Internationale. Daarna PSV. De halve finale. En we gaan kijken of wij die finale kunnen bereiken van de Europa League. De afterbus genomen. Thuis in de kuip. Dus beginnen we. En we gaan zien hoe dat gaat lopen. De eerste hoek, kans in ieder geval voor Feyenoord met de hoekschop van Orkant Kokcu. Kokcu, bal weggehaald door de verdediging. Bal hier opvangen door Arsens. Jorginho Wijnaldum. Berghuis. in de bal gaat naast. Sinisterra. 3,30 minuten. Luis Sinistera, Kans. Berghuis. Bal op de paal. We zetten het ook niet mee voor Feyenoord. 50ste minuut nu. Feyenoord met een aanval. Begin voor de tweede helft. Hier met Orkan Koktjoe. Raakt de bal niet kwijt. Hij houdt de bal dus. Heeft een perfecte bal op Berghuis. Die geeft hem voor op Gimenez. En de kopbal is in de handen van de doelman. Zo is het in minuut 61. Nog steeds 0-0. En er komt Inter eruit voor een, uh, voor een voorsprong. Dat willen ze tenminste. Bal teruggespeeld steeds. En opassen op nu. En de bal gaat over. Kans op een voorzet nu van Inter. Minuut 66. En dat is ook een doelpunt. 1-0. Dus staan wij achter. Dat is niet zo lekker. Hopen dat het die hoekschop misschien gelijkmaken kan komen. In ieder geval niet dat we gaan verliezen hieruit. Dan moeten we thuis, ik bedoel thuis, dat we uit de klus moeten zien te klaren. Maar dat lijkt er wel op. Want we verliezen met 1-0 in de kaap van Inter. En dat betekent dat wij uit gewoon moeten winnen. Om die finale te halen. PSV gaan we daardoor snel simuleren, denk ik. Ja, eigenlijk zouden we dat niet moeten doen, maar we doen het wel. Met ons basiselftal winnen we wel met 2-1 van PSV. Maar nu de allesbeslissende wedstrijd. Winnen we deze? Dan hebben wij, dan hebben wij morgen de, de afsluiting, de finale van de Europa League. Winnen we niet? Dan hebben we in de morgen de afsluiting van de laatste Eredivisie-wedstrijden. Dus ja, we gaan zien hoe dat gaat uh, lopen. Kans op voorzet van Feyenoord. Na drie minuten krijgen wij de eerste kans hier met Orkan Kokcu. We speelt trouwens wel gewoon weer in het thuisshut. Sinisterra, Ausnes en de doelpunt van Feyenoord. De gelijkmaker in totaal en de 1-0 voorsprong in deze wedstrijd. Inter. Oh. Inter nu met een aanval. Kunnen wij dat voorkomen? Volgens Voor ons nog niet. Lukaku goed verdedigd nu door Feyenoord. 30 minuten gespeeld, een aanval weer voor de Rotterdammers. Hier met Santiago Jiménez. Jiménez vindt Berghuis. Berghuis moet dan voor de 2-0 gaan. Berghuis, 2-0 Feyenoord. En in de Kuip lukte het niet. Maar hier in Italië lukt het Feyenoord op een 2-0 voor het Force te komen. Waardoor we dus twee in totaal doorgaan. En deze wordt gelukkig net naast. Volgende kans dient te gaan naar de tweede helft voor Inter. Minuut 55. Dan moet de bal eigenlijk zo snel mogelijk weggehaald worden daar uit, het, uh, uit de aanval. Inter heeft dus ook een rode kaart gepakt. Zie je dat rode kaartje staan boven Inter. Boven Int zeg maar bovenin in het scorebord. Minuut 63. Een strafschop. Als deze zit zijn we eigenlijk al zeker van de finale. Dan wordt het 1-3 in totaal en Kokju schiet hem niet binnen. Het blijft 0-2. Het is nog steeds kier de kiel. Want als ze 1-2 scoren, dan uh, gaan we verlengen. Laatste kwartier. Biedt zich aan. Sint-Just moet de druk zetten. Dat lukt niet. Dan komt de hele gevaarlijke kans aan voor Inter. Maar de redding van Bailo keept goed. Maar de, de, de gevaar is nog niet voorbij. Feyenoord moet oppassen. En de bal gaat hier voor hun. Gelukkig net naast. Voor ons. Ongelooflijk. Wat de kans was steeds zegt voor Inter. laatste vijf minuten. Inter is sterk in de slotminuten. Daar moet Feyenoord voor waken. Daar moet Feyenoord sterk in blijven. En dat is het ook. Want Bailo keert die bal weer. En dat zorgt ervoor dat wij doorgaan naar de finale van de Europa League. Dat is de volgende aflevering op dit kanaal. Morgen dus samen met de massieve Queer Mode. De afsluiting. Bedankt voor het kijken. En we gaan dus morgen genieten van de finale van de Europa League. We gaan snel simuleren nog een paar wedstrijden. Ook als we te snel met afsluiten. Dus we even nog even deze wedstrijd snel simuleren. Nu uh, de finale halen, hoef ik niet alle wedstrijden te gaan spelen. Deze winnen wij met 4-1. We kunnen volgens mij hela, helaas genoeg geen kampioen meer worden. Dat was de laatste competitiewedstrijd ook dit. Want Aarhus is kampioen geworden. Met een paar punten, met één punt verschil, zijn, is Aarhus kampioen geworden. Nou, daar zit het ook niet echt mee. Maar goed, de volgende aflevering. Morgen dus de afsluiting, de finale van de Europa League. En dus de maatschappij Verqueer Mode. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En later.